Yo mensen, Jeraski hier en welkom bij de allerlaatste aflevering van natuurlijk de serie Road to Life Golden Ballista Sniper Rifle. In de vorige aflevering hadden we de Ballista goud gehaald. Dit is de afsluitaflevering, gewoon om even de gouden camo natuurlijk te laten zien op de Ballista Sniper Rifle. We spelen Ground War, 9 tegen 9, Domination op de map Raid. Ik gebruik de Count UAV, de Leidingsrijk en de Orbital Visit. En dit is de allerlaatste aflevering van deze serie, want zoals je kan zien over 2... Eén, ik heb de gouden camo op mijn ballistaatje staan. En hij is zo fucking sexy. Er was laatst een maat. En dat is al best wel lang geleden. Dus eigenlijk niet laatst, maar best wel lang geleden. En hij zei altijd tegen mij, toen hij Modern Warfare 3 speelde, van... Jan, ik heb de ACR goud. Nu is die sterker. Nu krijg ik minder hitmarkers. En dat was zo fucking grappig. Hij dacht dat de gouden camo ervoor was om je wapen sterker te maken. En ik lag altijd, serieus, altijd lag ik in het deuk, jongen. Dat is natuurlijk echt gewoon de grootste bullshit die je ook maar kan verzinnen. Want als je wapen sterker wordt op het moment dat je de gouden camel opzet, nou ja, dan krijg je van mij een koekje. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Dan krijg je van mij gewoon een mooi, heel mooi chocoladekoekje als je die graag wilt. En dan mag jij denken dat je wapen sterker wordt door de camel die erop staat. Maar ja, dat was wel altijd grappig, man. Zei hij, ja, ik heb de Type 95 goud gehaald. Nu is die sterker. Nu krijg ik altijd one burst kills. En ik dacht van, okidoki. Als jij dat denkt, dan mag dat van mij, jongen. Maar dat is natuurlijk niet zo. En... kut man, kut. We spelen tegen een team die er best wel heel erg hard op afrent. Dus we moeten natuurlijk even rekening mee houden. Want ik heb een sniper in mijn handen. En zij hebben gewoon automatische light machine guns, submachine guns, assault rifles in hun handen. Dus ik ben natuurlijk in het nadeel. Ook omdat ik best wel redelijk veel misschiet. Maar het is wel minder geworden. Dat zei ik ook. Aan het begin van deze serie zei ik, naarmate deze serie verder gaat, zal ik steeds minder gaan missen met mijn sniper rifle. En je ziet het. Ik mis ook gewoon echt steeds minder. Deze twee kogels die ik op die enemy schoot, die waren ook gewoon allebei raak. En dat vond ik het allerleukste dat ik met deze serie kon doen. Dat gewoon steeds een tikkeltje beter ging. Naarmate de serie natuurlijk verder zich vorderde. En ik pak hier even mijn secondary en alsnog ga ik dood. Alsnog ga ik dood, joh. Ik dacht ik pak mijn secondary erbij, want die vet komt uit de submachine gun aanrennen. En dat deed hij ook. Maar ja, dan moet je niet alles misschieten, want dan werkt je secondary niet. Oh, bullshit man. Oké, even de aanvlag pakken. We verliezen C-vlag. Het is handig natuurlijk als je meteen de A-vlag terugpakt. Zodat je meteen weer een home-vlag hebt. Dankjewel, teammate. Holy shit, balls. Hij redde aan mijn leven, jongen. Woo! Daar mag hij wel een bedankje voor krijgen. Holy shit, ouwe. Uh-oh, hitmarker. Uh-oh. Nee, en naast me. Shit, zo. Weer dezelfde vent, ouwe. Die rust echt keihard, die gozer. Die vent is baas. Hij staat geen enkele keer stil, joh. Ik sta wel stil, want ik speel om te sniper blijven. Maar hij niet, jongen. Hij is de baas met zijn AM94 en zijn stun. Want zijn stun die gooit hij steeds. Dat weet ik nu al drie keer nog gestunt. Ja, dat is een tactiek die je kan toepassen natuurlijk. Als jij aan het spelen bent. Gewoon overal stun gooien. Als je weet dat er een enemy zit, gooi je stun. En hoppatee, je krijgt een stun hit. En je kan natuurlijk de enemy killen. Dus dat is een mooie tactiek van die gozer. Maar voor mij is het natuurlijk scheid. Maar ik krijg scheid irritant. En dat was een collateral! Woo! Collateral's twee kills maken met één kogel. Dus dat was wel nice, man. Holy shit. Ik zag hem maar één lopen, dus dan vind ik het helemaal mooi natuurlijk. Oké, even dit ding gooien, want ze komen allemaal naar me toe. Oh, hij gaat omlopen. Jammer vriend. Moet je even goed op je kaartje blijven kijken, want ik stond namelijk gewoon hier al... Nou, de hele tijd, dus als ik op zijn kaartje had gekeken, had hij me natuurlijk kunnen killen. Dankjewel teammate, want anders had hij mij volgens mij weer gekillt. Losing B, dat is nou net niet de bedoeling. Ik ga die even proberen te killen, man. Losing B is de vlag natuurlijk die je wilt... Uh-oh, die je wilt houden en... What the... Oh my god, dit was mijn schuld, jongens. Oh shit, ik zei de B-vlag wil je niet verliezen. Wat doe ik? Ik schiet alles mis op de B-vlag terwijl er gewoon een enemy op staat. Maar ik heb een goed makertje verliezen, want ik heb een orbital visit, jongens. Dus ik vind wel dat ik het weer goed heb gemaakt. Ik heb de B-vlag verloren, ik heb het teruggepakt en ik heb een orbital voor jullie erbij. Dus ik vind dat het wel weer goed is tussen ons teammates. Oké, let's go jongens, we gaan erin rennen. Go. Het is altijd de grote vraag waar die enemies natuurlijk naartoe rennen. Of ze lopen je richtpunt in, of ze lopen niet je richtpunt in. Maar dat gaat lekker jongens, holy shit. Weer een nieuwe leidingstrijk. 1, 2 en 3. En hoop ik dat ik even een triple killetje krijg. Geef me die triple kill, jongens. En 1. En oh, dat waren er 2. Wat heb ik daar nou weer aan? Ah, redelijk veel. Het zijn toch weer 2 kills natuurlijk die je binnen sleept. Maar woe, capture kill. Let's go. 200 punten erbij. Ik heb nog een orbital, man. Holy fuck. Ik kan gewoon even 2 orbitals hier, hoor. Let's go, jongens. Woe. We gaan beest. We gaan beest. Wat komt er die gouden camo, hè? Wat komt er die gouden camo, jongens? Dat was ik vergeten. Oh ja. Mijn maat had toch gelijk, man. Toen de tijd. Gouden camo's maakt je wapen inderdaad sterker. Holy shit. Dankjewel, persoon van het tijken terug. Kijk die gouden camel gaan dan. Woo! Let's go, man. Count your feet in de lucht. Douwen, want dan hebben ze natuurlijk geen minimap meer. Kom jij nou aan mij toe? Oh, wat een retard. Wat een retard. Hij loopt de verkeerde kant op. Nee, niet mijn probleem. Dat is zijn eigen probleem. Wow, je staat hard te campen. Dat is je eigen probleem natuurlijk, dat je de verkeerde kant op liep. Ja, ga lekker op een stel chopper lopen schieten, joh.
Dat is ook zo dom. Gaan ze met een AN-94 op een stealth chopper lopen schieten? De enige keren dat je op een stealth... De enige keren dat je op een stealth chopper moet schieten is als je een light machine gun hebt. Want met een light machine gun kan je natuurlijk het meeste doen. Want daar heb je ook de meeste ammo in zitten. Met een SO zou je moet je steeds reloaden. Moet je dat weer doen, moet je dat weer doen. En dat werkt natuurlijk niet om op een helikopter of zo te gaan lopen knallen. Oh, dankjewel teammate. Let's go. Zit er hier volgens mij nog één? Ben je hier nog of niet? Oh, hij komt sowieso in onze rug, denk ik. Ja, zie je wel. Hij loopt hier gewoon. Ik heb nog 8 seconden om te killen. Nee, ik mis hem. Nee, kom hier, ik wil je killen, ik wil je zo graag killen. Dit is de verkeerde, ik wou die andere killen, hij zit hier in dit kamertje, man. Oh. Ja, nee, hitmarker! Oh my god, ik had 9 seconden om te killen, krijg ik een hitmarker? Krijg ik een fucking hitmarker? Wie verzint dat nou weer, man? Oh. Ik had hem wel, ik vind dat ik hem had. Oké, kom op, man. Tweede ronde natuurlijk, want je hebt 2 rondes in het domineespotje op Black Ops 2, dus kom op. Tweede ronde gaan we ook krallen, team, mensen, let's go. 35-5 is mijn score op dit moment. Kijken of we er 50 kills kunnen halen. We gaan gewoon door het midden toe. Want dat kan natuurlijk met de sniper. Met een submachine gun moet je niet echt door het midden gaan rennen. Want dan ga je natuurlijk dood. Maar met een snipertje kan je normaal gesproken wel door het midden rennen. En meteen wat kills op pakken. Oh, als je niet gekillstild wordt dan. Teammate, misschien moet ik er niet voor gaan staan nou. Ik vind het heel leuk dat je me probeert te helpen. Maar je gaat daar voor zitten. Je gaat daar fucking voor zitten, maat. Oh, what the fuck, man. Even op mijn minimap kijken. Oké, ze lopen allemaal in de span. Oh, zag hem zitten met een lime machine. Die vette gaat er echt gewoon op de lelijkste manier voor staan, joh. Daar zie ik toch helemaal geen ene zak meer, man. Oké, kom maar op, enemies. 3, 2, 1. En ik mis weer. Godverdomme. Nee. Dat vind ik niet aardig van je. Wat? Mijn hele kogel die verdween. Ik zoomde volgens mij al uit. Op het moment dat ik wilde schieten. Dat was heel erg vaag. Ik weet niet wat ik deed. Ik deed weer eens dom. Dat komt op neer. Teammate, je moet even raar schieten, man. Ik geef gewoon mijn teammates de schuld hoor, dat doe ik altijd. Maar die vent schoot alles mis met zijn... Dankjewel. Die vent schoot alles mis met zijn... Hoe heet dat ding? Dat is een dead machine of zo. Dat rondrijd ding, weet je wel. Waar 200 kogels in zitten die uit de care packs moet krijgen. Bla 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 bla. Daar schoot hij alles mee mis. Dus ik dacht dat hij hem had. Maar hij had hem niet. Dus ging ik bedoeld, hè. Dus dan mag je de teammates de schuld geven, man. Maar eigenlijk, als je Call of Duty speelt, moet je altijd iemand de schuld geven. Dat is gewoon... Dat is standaard. Als je Call of Duty speelt, geef iemand de schuld. Of je teammates, of de enemies. Lek, dat kan je niet echt de schuld geven, want dat ligt dan aan je eigen internet. Maar je moet altijd gewoon iets of iemand de schuld geven. Zo makkelijk is het. Bowsy Betty, geef gewoon de Bowsy Betty de schuld. Geef de makers van Call of Duty de schuld als ze de Bowsy Betty bijvoorbeeld in het spel hebben gemaakt. Geef gewoon altijd iemand de schuld. Dat komt er gewoon op neer. Geef nooit jezelf de schuld. Of je moet echt gewoon alles mis hebben geschoten. Dat je gewoon met een lime machine gun bijvoorbeeld 200 kogels misschiet. Oké, dan mag je jezelf de schuld geven, want dan is het natuurlijk ook gewoon puur je eigen schuld. Maar als je gewoon op een leuke, rare manier doodgaat en je denkt van... ik wil niet doodgaan. Dan geef dan gewoon lekker je teammates de schuld. Want dat is nou eenmaal Call of Duty en... Oh my god, hij stond stil. Op het moment dat ik wil schieten gaat hij net weer lopen, man. Maar we zijn best wel lekker bezig, dus ik vind niet erg dat we doodgaan, joh. Ik vind het helemaal mooi. Oh, teammate. Oh, wat, ik schiet er tussenin. Serieus, dankjewel. Shit, zit er ook nog een naast me. Oh, die is ook al dood. Hé, lekker bezig, teammate. Holy shit. Oh, shit, hij zat erachter de headglitch. Dat zag ik niet, man. Dat is Black Ops 2, jongens. Headglitchception hier, oh. Black Ops 2 is het hardste headglitch Call of Duty die er is. Je kan op dit spel overal waar je staat, kan je achter headglitchen. Dat is aan de ene kant wel grappig natuurlijk, want je kan gewoon je hoofdje eruit laten steken, dan ziet de enemy je niet. Maar aan de andere kant, voor jou is het ook wel weer kut als je natuurlijk wordt geheadglitcht. Maar iedereen maakt er gebruik van, dus dan moet je ook niet omzeiken. Geef dan gewoon Call of Duty de schuld dat ze erin hebben gemaakt. Of je geeft je teammate de schuld dat hij niet doorliep of zo. Geef gewoon altijd iemand de schuld, dan komt het op neer. Dat vind ik grappig om te doen. Dat iedereen als Call of Duty spelen, dat hoort ook gewoon bij Call of Duty. Oh, er komt er nog één. Oh, en er komt er nog één. Derde. Oh, teammate. Zie, ik geef mijn teammate de schuld. Fuck jou, man. Waarom killde je hem nou? Oh, je mag hem nu wel killen, want ik heb een hitmarker op hem. Kill hem. Oké, dan doe ik het zelf alweer. Doe ik het zelf alweer, hoor. Nee, nu ben ik te laat, maat. Ik hoorde je schieten, maar je was mooi even te laat. Oh, ik had een orbital, joh. Dat had ik helemaal niet door. Nice, nog een orbital. Dat is de derde van dit potje. Zagen jullie wat ik zag? Ik in ieder geval wel. Dat zag ik namelijk. En... Oh, die heeft mijn teammate al. Oh, dan loopt er hier een. In het midden. Oh, netjes teammate. Kijk uit, er loopt er nog meer. Nog één. Oh, leiding op zijn connector. Dat is een heerlijk potje, jongen. Let's go. Woo! 47-11 om de serie natuurlijk af te sluiten met de Golden Ballista. We hebben goud, dat zag je in deze aflevering natuurlijk. Heet het met de Gouden Ballista gespeeld. 5 captures, 2 defense, 47-11 eindscore. Als jullie een nieuw serie idee hebben, laat mij weten in de reacties. Want ik wil wel natuurlijk weer een nieuwe serie gaan starten. In plaats van deze serie, want deze serie zit erop. Om de dag ga ik die uploaden. Dus laat in de reacties weten of je een leuke serie kent. Road to Life, Golden KSG of zo. Ik heb een flauw idee. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye mensen. Eindscore staat in beeld. Later.